Dag lieve reviewvriendjes, dag hondenporretjes, dag poepeskeetjes van me. Alles goed met jullie? Met mij gaat alles heerlijk, wat ze ons Achmedje hebben opgestuurd. Laten we snel eens gaan kijken. Ja, ja. Bier en chips, altijd goed. En die komt uit Frankrijk. Paarse chippies. En bier. Brasserie du Mont Blanc, La Rouge en World Beer Awards. Heeft er gewoon prijzen gewonnen ook. En ik ben wel een beetje van zonder bier geen plezier. Het is een leuk review tot nu toe. Ik ben een keer blij met mijn product. Paarse chippies. Smaakt gewoon een gewone chippies. Wat zit erin? Aardappelen en zout. Ik denk dat het gewoon paarse aardappelen zijn dan. Want het smaakt ook gewoon als chips. Alleen paarse chips. Prima. Als een chips lichtbruin met paarse stippies. Eet ik het nog. Maar wat is lekkerder bij chips dan bier? Aangezien het nogal een flinke fles is, even ook een flink glas. Want ik lust wel wat. Zo, even het schuim laten zakken en dan kunnen we lekker gaan bieren. Lekker. Zo, het is echt een kruidig biertje zeg. Onder de snokken. Wat zit hier allemaal in joh? Ik moest even opzoeken, want mijn Frans is niet zo heel erg best. Waarom dit biertje nou zo smaakt? Nou, en waar ook waarom hij zo'n kleur heeft. Wat blijkt, er zitten allemaal bloemenkruiden in. Naast water, hop, gerst en andere bende die altijd in bier zit. Bloemenkruiden. En daarom is hij zo donker en daarom is hij zo kruidig. Nou, ik zal je vertellen. Elk bier vind ik lekker. Dus, nou ja, ik breng deze emmer even op. En dan zal ik even vertellen wat ik ervan vind. Proost! Pop. Nu geef ik eerlijk toe. Speciaal bier is als paarlen voor de zwijnen bij Jantje. Ik zou je tegen vertellen, ik drink liefst gewoon pilsner. Gewoon ijskoud uitersuik met een liter achter elkaar. Dit vind ik eigenlijk al te smaakvol. Want allemaal leuk die kruiden van die bloemen. Maar ze geven de bier, de pils, de gerstennat, mijn iets te sterke smaak. Edoch, is dit wel een mooi biertje hoor. Het is een smaakvol, mooi biertje. Maar ik bestel toch gewoon een lullig pilsie volgende keer. Dat zegt niet dat deze Brasserie du Mont Blanc Bière van mij een laag cijfer krijgt. Zeker niet. Want als bier kan je het niet snel fout doen, Jan. Dus ik zou je vertellen, deze fles is gewoon een prachtige 7 waard. God mag weten waarom ze blauw zijn. Misschien zijn die aardappels wel gewoon blauw. Of misschien hebben ze een kleurtje erbij geflikkerd. Maakt hem een gemoer uit. Het is gewoon zoute chips. En zoute chips altijd goed. Dus altijd een 8. Blauwe chips uit Frankrijk. Bier uit Frankrijk. Bon, bon, bon. Mooi.